Toetje-koetek. Wil jullie wangetjes eten? Dit kleine knopkaneusje. Knopka! Gaan we even omkleden. Gaan we deze mooie hoofdje een beetje... Mooi? Nou, je bent al mooi. Gaan we een beetje met de washandje wassen. Ja, schatje. Dan gaan we je even lekker verschonen. Om hier wat anders aan te trekken. Ja? Nou, tot straks, mensen. Toch vertelt Amelia alleen maar één soort spenen pakt. Maar gelukkig pakt ze ook nu andere. Dus dat is fijn. Alleen moet even goed pakken, schatje. Dus daar ben ik helemaal blij mee. I just adorable. Tiek. Oké. Wat oké? Moet dat nog een keer halen? Nee. Ja, lach je uit, papa? Nee. Tje. Ik mag alles straks van jou. Jaks. Ja. Tietigar. Ja. Piep. Waar ga je? Jana. Hier ben ik. Jana. Wat wil je zeggen? Dat is goed, ik niet. Tabi. Lach eens even. Wat wil je zeggen? Wat wil je zeggen? Jana. Mama soms een chique nog? Nee, mama niet een chique. Ja. Mama overdrijft soms een beetje. Helemaal niet, papa. Helemaal niet, Jan. Ja. Agroekoekoe. Asak. Agroekoekoe. Ai, adorable, momon. Ai, adorable. Agroekoekoe. Zie je wel, weer lekker schoon. Agroekoekoe. Ga je dit nog even passen? Ja. Nee? Pas even. Ja. Goed. Heet! Laat even je shirt zien. Twantje, ik was gisteren jarig. Ik heb eigenlijk dingetjes voor hem gekocht en ook een t-shirt. Laat even zien, die t-shirt dan. Wauw. Ajax Amsterdam. Hé schat, gaan we samen naar kakenpop? Ga ik lekker aaspakje voor je kopen? Gaan we lekker aas kaken? Hé schatje? Het is zo lelijk aan dit. Lekker, maak nog. Niet kittelen! Niet kittelen. Ja. Nee, dat mag niet. We zijn trouwens Deep Horizon aan het... Nee, wat zeg je? Deepwater, ja, Horizon aan het kijken. Oh, het is zo'n heftige film. Ja, zwaar gebeurd verhaal. Ik zou zeggen... Wat? Pataat. Ja. Oké, ga passen, schat. Dus is maar. Niet kittelen, zeg je maar. Nee, mag niet. Ik ben pas zelf ook met mijn dochter. Het is mijn dochter. Onze dochter. Hallo. Hallo. Ja, schatje, goed zo. Ga lachen, papa. I got the camera. Ja, schatje. Ja. Ja. Ik weet wel welke film we laten in de chat kunnen kijken. Wil je weten welke? Nou. Ja?
Frozen kijken. Ga je meer kijken? Je hebt niet gezien, hè? Waai. Oh my god. Zo erg. Oh nee! Die is hartstikke dood. Nou, jij leeft. Ik ga mooie ogen krijgen, dame. Wat is dit met papa aan het babbelen? Je gaat mooie ogen krijgen, dame. Utem is goed. Chobi, 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 morte. Jongens, moeten jullie zien wat ik van papa cadeau heb gekregen? Ik ga een stuk. Heel vaak vraag ik bijvoorbeeld als er iets gedaan moet worden, weet je wel, aan de muur opgehangen en heb ik boormachine nodig. Dan vraag ik aan hem, dan komt hij. En hij dacht zo van, of ze moeten anders doen. En hij dacht, weet je wat, ik ben er klaar mee. Ik ga gewoon een gereedschap voor je halen. Dan kun je zelf alles fixen. Dit is gewoon niet normaal. Hij heeft gewoon deze voor mij gekocht. Maar goed, alsnog weet ik niet sommige dingen hoe ik moet doen. Dus ik moet alsnog hulp vragen. Waar hoort deze? Alsnog hulp vragen. Maar goed, ik moet zo'n schilderijding ophangen in Amelia's kamer. Ga ik even proberen iets zelf te doen. En dan als het niet lukt, dan vraag ik het aan hem. Nou, ik ben helemaal blij met de gereedschapkist. Amelia houdt al inmiddels vast haar flesje. Maar wat zei jij? Wij zijn wat? Ja, ik ben gek. Jij bent zelf gek. Ja, we hebben allebei een paar steekjes los. Wat heb je? Een paar steekjes los. Jij hebt iets meer steekjes los, schat. Ja, vind je het logisch, of vrouw? Ik ben helemaal lijp. Hoezo maak ik jou lijp? Ik kijk nooit de vlog ver, maar als je dit knipt, dan zegt dat genoeg over jou. Hij ziet mijn vlogs wel door, mama. Zeg je? Want je weet wat ik edit, dus dan, je hebt vertrouwen in mij, daarom kijk ik naar mijn vlogs. Gewoon geen interesse in haar. Dat is zo erg. Oh my god. Wat verdien ik eraan? Ik ben een kijkcijferkanon bij jou. Waar komen al die mensen op jouw vlogs? En wie krijgt al een cadeautje? Dan sta ik met de eer. Voilà, u, mevrouw. Wat een leuke stommetje. Makkelijk. En ik heb mijn zoek hier. Hard werken, offertes maken, bellen. Wai, zit de slutswaf. Is mijn eten al klaar? Nee. Het is 3:30 geweest. En? Ik heb honger. Zij gaat voor. Want dan is het wel goed. Heel goed. Wat zijn die papa's een beetje gek? Niet geloven jongens, Twan zit daar maar, zogenaamd hij is aan het werk, maar hij is gewoon voetbal te kijken en dat soort dingen. Twan, Kija, Mazere, Biza, Wazuma, Arak, Mazere, Parak. Wat? Waarom niet? Net zei dat je heel veel van me houdt. Oh, dat zei... Oh, jongens, jammer dat ik niet heb gezien. Hij is een assistent doof. Tuurlijk, schatje, je leest al. Val me niet lastig, ik ben met een mail bezig. Met een dikke offerte, dus alsjeblieft. Ja, want ik krijg loonsverhoging, zei. Jumping on the rhythm. Die is echt oud. What? Sugar babes. Make a bubble. Dat zag ik niet. Wat deed je dan? Ik had straks gisteren. Kijk maar zondagavond. Hoezo zondagavond? Ja, ga je editen toch. Ik ben eindelijk rust. Ik kan daarvoor, ik edit ook daarvoor. Alvast. Ik ben echt laat van vandaag. Hoezo ben ik laat? Reactie. Ja, dat heb ik altijd wel. Opgeruimd staat netjes, maar ik vind hem zo koud eruit zien nu, het huis. Ineens de woonkamer oogt groter. Maar goed, hij is nu, ja, kerstboom is weg. Althans, daar ligt hij. Moet alleen naar boven gebracht worden. Ik was thuis en ik dacht van, ik heb zin om naar mijn moeder te gaan. Dus ik ben bij moeder en zoals je ziet, met de onesie, met de kleine. Dus ik dacht, ik ga gezellig bij moeder, want ik heb 2 dagen... zo niet gezien. Ja, 2 dagen niet gezien. Dus ja, daar ben ik. Inmiddels zijn we al thuis. Ik heb je handschoentje laten vast, schatje. Bij ons papa.
Hey, John. John. Kijk eens. Oh, die mutsje. Dit speentje is zo super grappig en schattig. Dit is zeg maar voor 's avonds. Zie je dat witte stukje? Dat geeft licht in de avond of 's nachts. Dus bijvoorbeeld als een speentje in heeft en ineens valt het en dan ben ik aan het zoeken en is dit heel handig. Ja, dan vind je het veel makkelijker omdat het natuurlijk licht geeft. En deze hebben we van een schoontje gekregen van Mokkoet. Ja, we gaan lekker Utopia kijken en dan Safe by the Bell, zo'n programma waar kinderen beroemdheden gaan interviewen, toch? Dat was het? Ja. Echt super hilarisch, dus lijkt me ook leuk. Oké. Okay. Hallo! Waar heb jij last van? Van jou. Ik heb net even beneden schoongemaakt, boven schoongemaakt. Dochter slaapt niet, kleine moeder. Ik ga even boodschappen doen, want ik ga iets lekkers maken. Kip. Heb je de wakker gemaakt? Hoe zeg je dat? Kip straw? Stew. Stew. Oh, kip stew. Oh, en dit is trouwens van Ikea een kledingrek. Heb ik gekocht. Simpel witte. Wat ze eerder moeten doen, als ze geen verkeerde kapot gekocht. Ja, klopt. Maar want de zolder ga ik binnenkort afmaken. Want een stukje moet geverfd worden. Ben ik van plan om dat echt nu te doen. Want nu de baby is, wil ik gewoon ruimte maken en alles gewoon netjes hebben. Daarvoor ook. Voor mij en voor haar. Voor mij. Nee. Maar goed, ik ga boodschappen doen en dan ga ik verder met stofzuigen. Want ja, zij op zich slaapt ook gewoon door wanneer stofzuigen. Maar Twan zegt van niet, tenminste hij wil gewoon die film afkijken daarom. Ik ben thuis van boodschappen doen en ik wil heel graag aan jullie laten zien. Oh sorry. En ik wil heel graag aan jullie laten zien wat ik ga koken of hoe ik het moet gaan bereiden. Maar daar heb ik geen tijd voor, want ik moet echt even gaan koken. Ik zal wel de link hieronder plaatsen, dan kun je het zeg maar recept zelf maken. Dus alvast heel veel plezier met maken en eet smakelijk. 3 uur lang aan het proberen om handschoentje te krijgen. Hou vast. En kijk hoe je het moet doen. Hou vast. Twan is ziek. Ik ben niet ziek. Ik heb gewoon slaaptekort door jou. Kijk hoe je dat doet. Waarom komt er zo'n wind? Oeh. Ik denk dat je even eten moet maken. Hey, pannenkoek. Kijk eens even naar de camera dan. Zwaai eens even. Wil even SO dan? SO naar wie? SO. Ja. SO, ik wil hem hebben van. Zo'n jongens. Hij steekt de middelvinger op. Echt niet. Ik heb geen bewijs. Doe je dat proef? Doe je dat proef? Waarom doe je zo jouw speen? Hey, ik zeg toch, lastig. Kun je die andere ook al? Ik moet het allemaal tegelijk doen, hè? Speen, handschoenen. Moet ik zeggen wat ik allemaal tegelijk moet doen? Hm? Precies. Wat doe je allemaal tegelijk doen? Zeg eens, som eens op. Ik Papa heb een notitieblokje hier, ik schrijf voor jou. Papa staat daar op de zijkant. Eens? Dat is een grote mondje, hè? Slijmbal. Nee. Zij weet dat je slijm, zij weet. Zij gaat door. Hoofdje zo. Niet jezelf slaan en die handschoen. Is het eten ook, hè? Ik ga het eten maken. Zo, we zijn klaar met eten en ik ben helemaal vergeten om aan jullie te laten zien hoe het eruit zag. Kijk, ja, het is niet echt veel overgebleven, maar het was heerlijk. Hé, schat, was lekker, hè? We hebben zo vergeten, ken je dat, als je te veel eet, dat op een gegeven moment zo erg buikpijn hebt. Nou, net als een chattes hebben we echt gegeten. Maar goed, Amelia slaapt. Het is trouwens de eerste keer dat we aan het eten waren. En zij sliep gewoon. Ze was een beetje aan het babbelen, maar op een gegeven moment viel ze in slaap. Maar we hebben de eerste keer rustig gegeten, toch? Ja. Ze slaapt. Straks is ze haar baden. Twantje is een beetje gripperig en zo, ziek. Hij loopt met de sjaal thuis. Ja, hij doet zo, ik heb vol heel op de mond. Ik zeg, als je de hele tijd zegt, ik ben ziek. Hou je mond. Doe dicht, mensen moeten dat niet zien. Het is een rommel daar. Ja, nee, grapje. Ja, dat is wat mijn vrouw doet dus. Mijn vrouw doet niks. Het is... Nou, ik vind het netjes hoor. Ik dacht, ik doe even mijn badjas aan, want het is al een tijdje geleden dat ik mijn badjas niet aan heb getrokken. Ik heb net even broodje gegessen en toen dacht ik, wacht even, ik heb toch dat ene gipsdingetje die ik nog moet doen met Amelia. Althans, het is een beetje slaap, ja, half slaperig. En ik dacht, ik kan beter doen wanneer het dan thuis is, want dan kan hij vasthouden, kan ik zeg maar
haar handje in het gipsding eventjes zo afdrukken. Maar toen zag ik ook dat ik dat IKEA-rek even moet gaan uitpakken. Heb ik nog niet gedaan. En dan ga ik hem even in elkaar zetten, kijken of het mij dan lukt. Want ja, nu heb ik de gereedschappen. Dus hoef ik niet meer aan papa te vragen of van Twan of zo. Ga ik lekker even zelf doen. Even deze spierbal gebruiken. Okay, dit ziet er makkelijk uit. Maar of het daadwerkelijk ook makkelijk is. Ik heb hier gewoon mijn gereedschap. En ja. Laten we maar eens beginnen. Het duurde letterlijk, nou, 7 minuten of zo. Binnen 10 minuten heb ik hem gewoon in elkaar gezet. En het was piece of cake. Maar zo ziet het dus eruit. En dit gaat dan naar de zolder. En dan ga ik vrijdagavond ga ik even verf halen witten. Ga ik dat ene muur nog verven, want de rest is geverfd behalve één muur. Ga verven. Dat ik het zo ga doen, moet ik even kijken op weekend. Want weekend heb ik het druk. Ik heb een verjaardagfeestje van Twan in de avond. Middag hebben we visite, avond hebben we feestje van de verjaardag. En zondag hebben we ook visite. Moeten we maar even kijken. Ik denk dat ik zondagavond doe. Maar goed, en dan kan ik al die kleren en al die spullen daar naar boven brengen. En dan kan ik leuk even mijn domein maken. Wat ik al 2,5 jaar lang probeer te doen. Mijn weg. Dus dat. Oké, we gaan proberen. Het is heel makkelijk, zeggen ze in ieder geval. Je pakt een aluminiumfolie. Zo. 1, 2, want we doen handjes een stukje. Zo. Nu zien we niet meer hangen. In het doosje zitten van die twee zakjes met. Hoe heet dit? Wat is het ook alweer? Gips, ja, gips. Je moet hem zo lang kneden totdat het wat zachter wordt, zeg maar, en geen belletjes of geen lucht meer in zit. En op een gegeven moment moet je hem dan zeg maar, en hij moet 6 mm dik zijn, toch schat? Ja, hij moet 6 mm dik zijn. Hij heeft het zelf gelezen en hij weet niet meer hoe wat. En dan ja, gaan we kijken of we haar handje kunnen drukken. Maar het zal wel lastig zijn denk ik hoor, omdat ze altijd dit doet. Moet even proberen. Maar goed, we gaan het doen. Hoe kunnen we niet wachten tot ze wat ouder is, dat ze iets meer controle wel heeft? Ja. Ik denk het wel hoor, schat. Maar is het leuk, jij is zo klein. Ja, maar weet ik, maar schat, als je nou 2 maanden wacht. Ja, maar misschien wordt deze dan, gaat deze helemaal droog worden. Er staat niet hoe lang je kan. Nee, maar dan kan je dus altijd houden. Nee, ik ga gewoon proberen hoor. Als het misgaat, vind ik het zonde. Laten we nog heel veel wachten tot ze iets meer controle erover heeft. Ja, want op zich, ze houdt haar handen niet. Ja, wanneer dan? Schat, als ze nou nog even 2 maanden wacht, dan is ze ook nog klein. Is ze ook nog schat, dan heeft ze iets meer controle over de handjes. Maar ik wil nu. Nee, schat. We wachten eventjes. Oké, we wachten. Nou, zonder voor de aluminiumfolie, nee. Oké, we wachten. Nou, we wachten 2 maandjes. Ja, dat klopt. Dan zijn. Ja, ik denk dat misschien het groot zijn de handjes. Nee, maar. Dus dat is nog klein. Ja, nee, weet ik, maar. Laat maar. Oké. Nou, oké, we wachten af. Goedemorgen. Het is 8 uur. Woetjoetjoetjoe. Doe op. Ja, dat vind ik niet leuk. Ik ga even melk voor haar. Ik doe voortaan trouwens water koken en dan doe ik hierin. Ik ga even een doekje op mijn blouse leggen. Oh ja, want je gaat naar werk natuurlijk. En dan hebben we hier een doekje? Ik ga even een doekje halen. Ik heb even Amelia naar boven gebracht. Dat ze daar gaat slapen in haar bedje. Of ja, bij ons, gewoon waar ze altijd slaapt. En ik heb al wel eens verteld dat ik best wel lastig vind als ik hier beneden ben en ik haar naar boven moet brengen, dan is ze daar alleen. Maar ik heb gemerkt, of tenminste dat denk ik ook wel, het is nu een beetje een test, dat als ze bijvoorbeeld in haar bedje slaapt, waar ze normaal ook gesproken slaapt, naast ons, dan slaapt ze wel door. Alhoewel, ook als ze niet doorslaapt, maar dan wenst ze gewoon meer dat ze gewoon daar slaapt. En dan kan ik hier beneden ook rustig mijn ding doen, kan ik opruimen, weet je wel, gewoon, ja... ben ik wat rustiger. En dan heb ik gewoon de camera aangezet. Ze is een beetje half slaperig. Je kan zo zien. Even. Kijk. Dan kan ik gewoon hier verder mijn ding doen. Dus ja, dat heb ik even gedaan. Vanavond, als Twan, of middag, als Twan komt, ga ik even naar de Woonboulevard. Wat ik al zei, om even... nog een bij tafel te halen, want die andere is stuk.
Dus dat. En voor de rest, ja, we moeten even ook boodschapjes doen voor morgen. Dan ga ik dan wel alcohol en zo halen. Dan ga ik even wat hapjes en zo halen. Ja, we hebben om 8 uur ongeveer morgen afgesproken. Ja. Het is trouwens 9 uur. Ik zit te denken of ik ga slapen. Maar ik zit ook te denken of ik die recording van Amelia af ga maken. Want ze is toch nu boven, ja. Ik denk dat ik dat maar eens ga doen. Ik wil even een sneak peek zien, want ik kan gewoon niet wachten om jullie de rest van de kamer te laten zien. Ik had hele andere bloemen. Alleen ja, het was veel te weinig, heb ik een keer denk ik verteld. Dus heb ik deze van AliExpress besteld. Hele mooie bloemen zijn dit. Kijk, echt super mooi. En dan heb ik dit hierop geplakt. Alleen ik zit te twijfelen of ik hier nog bloemen doe. Maar ik denk het niet. Ik vind dit wel prima. Dit komt trouwens van de H&M. Heb ik gekocht. En dit is van de IKEA. Heb ik al wel eens verteld. Dus dit is dan de resultaat. En dit ga ik dan in haar kamertje ophangen. Ik ben helemaal tevreden. Ik vind het echt super mooi. Echt zo romantisch. En meisje. En... super schattig. Alleen wat ik nadeel vind, zijn die stukjes lijm hier die je kan zien. Ik ga kijken of ik toch met de mes een beetje kan wegsnijden. Want ja, dat is niet echt zo heel mooi. Maar dan ga ik zo heel even kijken. Want ik heb ook nog deze bloemen. Die zijn wat kleiner. Alleen ja, het zijn maar 5 stuks. En de rest is nog niet gekomen van AliExpress. Moet ik even kijken of ik dat hier doe. Nee, ik denk dat ik gewoon dit wel gewoon goed vind. Want te veel is ook te veel niet mooi. Maar anyway, dus dit is het resultaat. En de rest zien jullie lekker nog niet. Johnny, Tjanko is een beetje grieperig, hè? Ik kan een stemmetje een beetje horen. Komt allemaal door papa. Tjie, Johnny. Dan is even dingen gaan halen voor haar. We hadden gebeld of ze neusspray mag, want ze is helemaal vast. Als ze ademhaalt en slaapt, dan hoor je zo'n klein valkentje. Maar dan gaat hij even... wat hallo, wat is dit? Oh, je hebt water, Atsi. Mijn water op jou. Wacht. Wacht, mijn neemtje. Putje. Pak. Pak. Jontje. Jontje, mijn kleine zwaantje. Shit, ik zit er echt mooi uit. Ja, het was net boodschappen gedaan vanmorgen. Alleen hij heeft geen borrelnoten gekocht. En ik ga, wat ik al zei, naar even Woonboulevard, daar even een tafeltje voor ons scoren. Want ja, de tafel voor ons is stuk, wat ik al zei. Dan neem ik voor zekerheid, dan ga ik ook plakband halen. Want we hebben geen plakband voor die. En ook plakband, want het pakketje moet weg. Doe zo blij. Doe zo blij. Give it to me. Oh. Ik moet heel serieus naar de voice kijken. Oh. Kijk dit dan. Ja. Niet van gisteren, hoor. Van wat is dit dan? Van eergisteren? Maanden ben ik. Vorige week was het... Ik ga kickboksen. Oh schat, ik ga echt niet kickboksen, want ik heb echt... Ik ben ziek geweest deze week. Ik ben ziek. Morgen is die... Oh schat, ik ga niet kickboksen, want mijn neus zit vol. Oh, ik ga niet kickboksen. Niet genoeg wat zetten. Nu ligt ze met haar tong aan mijn hand. Wat een viezerik. Wat een viezerik. En die maakt vlogs. Dat kan toch helemaal niet. Ze moet zich kapot schamen. Jongen, ik stuur. Oh. Wil me dood hebben. Wil jij niet staande vader worden of zo? Nee, doe maar niet. Man, ik word nu al lijf als ik met haar drie. Jongens, trouwens, dit is de tafel die ik gekauft heb. Nou, het was niks anders. En we hadden gewoon nodig tafel nodig. Of ringen tafel nodig. Maar kijk. Leuk! Nou, hartstikke mooi, hè? Het kleintje een beetje grieperig. Zo schattig, zo zielig.
kleine rode wangetje, maar gelukkig heeft ze geen hoge koorts of zo. Ze zal een beetje haar neusje dicht. En dat komt door. Dus. Ja? R-E-S-B-C-T, what I wanna wish to me. Stil gewoon. R-E-S-B-C-T, take on. Waarom laat je je schouder zien? Oh, sorry. Wat een gek, hè? Hallo mensen, ik ben een beetje gripperig. Mijn neusje is niet gripperig. Ja, het is niet gripperig, maar haar neusje is dicht. Ze heeft gelukkig wel geslapen goed. Supergoed. Ja, alleen, en ze heeft geen koorts, alleen je hoort dat. Jo doen. Kijk, hoor je dat? John, papa is eten aan het maken, John. Krijg je weer? Het is zo, ja, het is zo zielig. Vooral zo'n klein mensje. En zo'n neusje dicht. Ja, gaat het normaal? Ja, ik vind die leuk. Ja, normaal. Sorry, mensen. Ja. Mijn man wil niet goed doen. Ja, moet jou niet zo'n kusje geven. Je hebt aangestoken. We hebben zometeen een uur visite. En dan gaat Twan aan de slag in de tuin. Gaat hij opruimen en alles en zo. Als we geen feest hadden, zou hij niet opruimen. Anders waar. Oh, wel waar. Maar goed, ik hou er gewoon niet van. Tuin is echt schijnlijk. Niet zo leuk werk. Gaan we lekker drinken? Je hebt natuurlijk geen hoek hier. Oh nee, sorry. Moet ik even van boven halen, Link, hè? Wil je niet zo praten? Lijkt net Gerrit. Orgde die Gerrit van de top, ja jongens. Oh, wat een irritant mens. Zitten. Lekker ding. Miara, we gingen trouwens net neusprayen doen. Ze ging gewoon lachen. Ze vond het leuk, blijkbaar. Je bent ons lachbekje. Je bent ons lachbekje. Ciao. Ciao, kom mee. Laat die was doen, hè. Wat? Die boemroppetje die ligt daar. Ja. Maar zo zielig, s'nacht had ze een poepluier en was een beetje doorgelekt. En ik moest haar kleren verschonen en ze was aan het huilen. Oh, op dat moment ben ik echt bezig. Sorry, sorry, sorry tegen haar. Oké, ze snapt niet. Straks, ze vergeet dat soort dingen. Er zijn baby's die vergeten alles. Maar ik denk van, oh weet je, ja, dan vind je alles extra zielig. En je wil alles goed doen, tjeekankers. Er is gewoon iets met mij, ik weet niet wat, maar... Ik heb denk ik gewoon echt een dikke geheugenverlies, een draad waaraan mijn geheugens hangen. Die is zeg maar een beetje geknapt ofzo. Waarom? Ik dacht dat we vandaag visite zouden krijgen om 1 uur, maar dat is volgende week zaterdag. Nog een keer? Nou, dat ik gewoon de draad, mijn draad waar de geheugen aan zit, de draad van de geheugen, ja? Die is aan het knappen. Is hij knappen? Of is hij echt knap? Ja. Maar je moet je, is niet erg. Jongens, weet je hoeveelste keer dit al is? Het is gewoon zo vaak. Ik ga die agenda gebruiken die jouw moeder aan mij heeft gegeven. Daar staan alle data in. Dus je hebt daar weeknummer, je hebt daar de dag en de datum. Ja. Het nummertje wat erbij hoort. En daar moet je in gaan noteren, schat. Want dat ding, ik zie het nu al. Ja, dat is niet anders. Er staat, jij zegt zelf 19 januari erbij. Ja. Ha, maar we zitten niet in de week van 19 januari. Ja, schat? Mama is nog maar aan het doordraaien, ja. Nou, dat is mama, dus vind je niet... Vind je dat grappig? Vind jij dat grappig? Ja? Vind je grappig? Mama is niet gek aan het woord, is. Ja. Ze weet helemaal niks meer, ze vergeet alles. Ik ga Sandra Alvila Beltran. Dat boet mij niet. Mij boet deze kleine wondertje. Mama meer niet goed hoe ziek, wordt maar snel beter, jong. Ik kan niet tegen als jij zo bent. Kijk, je ziet ze zo. Ha, dulce. Ik doe net een sigaretje. Het gaat ik het hagela zag. Dat is ik het hagela. Mama meer niet goed hoe ziek, hè? Mama meer niet goed hoe ziek. Nou, dus dat. Zit wel lekker. Chillaxen, relaxen. En twaalf heeft een nieuwe serie, welke heet die? Queen of the South? Ja, is niet heel druk, ik heb wel een tijdje. Ja. Hij kijkt zoveel series. Ik vind het echt knap. Ik ben zo niet van de serie. Nu al helemaal niet. Er komen altijd geen leuke films op zijn. Oh, dan kijk ik series. Ja, we hebben alle films van gezien. Pak.
Jij bent mijn allerleukste kik. Jongens, jullie gaan dit niet geloven. De deurbel ging, dus ik de deur open. Hi, goeiedag. Zijn je ouders ook thuis? Ik zo, dus Twan achter ouders. Ik zo, nee, mijn ouders wonen hier niet. Ik, nee, doe nou maar. Ik zo, hij is schaamstok. Ja, hij zo, oh ja, oké, okay, doei. Was echt wel zielig. Ik zo, ja, ik zo, mijn ouders, nee, die wonen hier niet. Ik ben getrouwd met hier met mijn man. Dus ik doe zo en ik sta Twan met Amelia zo met de kind. Ah, dat was echt zielig voor die. Hij zo, oké, ja, en hij liep zo. Maar ik vind het echt zielig, in die regen lopen ze gewoon zo rond. Daar heb ik Christophe voor betaald, zo'n ding, man. Oh, oké, dat was echt zielig. Maar ja, dus zie ik er zo kinderachtig uit, zo jong. Ik word bijna 30, dus ja. Het is wel een compliment. Oh mijn god, ik word volgend jaar jongens 30. Ik word volgend jaar 30. Dit jaar word ik 30. December pas hoor, man. Ja. Dus als mensen zeggen nu van, oh, ik ben 20, oh, ik voel me zo oud. Toch? Maar ja, dat deed ik vroeger ook, dus ik neem die dus terug. Nou, ik heb wat bij elkaar een beetje gebroedseld. En het is... nu zijn veel meer kinderen dan volwassenen. Nou ja, dat is niet helemaal waar, maar... Daar is de jarige... Twan! Zwijs even! Nou, visite is weg en... dit is dan overgebleven, mes. Twan zit nog met zijn vriend daar nog even te kletsen. Hi! Dus ja, was het gezellig? Zeker. Ik weet niet, ik ben het net. Moet ik hem weg, ja. Jachten. Ik zei tegen Ronnie, je moest eerder komen, dan kon iedereen ook wat op tijd weggaan. Ja, nee, maar is juist goed bedoeld, hè? Ja, goed bedoeld. Voor ons dan. Volgende keer ben ik hier als eerste, dan komt niemand. Maar goed, ik ga dus even opruimen deze chaos. En dan... ja, dat dus. Een hele goede morgen, althans, het is middag, net 12 uur geweest. Hoe? Ik kan niet rustig staan. Even kijken, Twan gaat zo meteen even boodschap doen. Hij moet Nutrilon halen. En nog iets volgens mij, weet ik even niet meer. En het regent trouwens de hele tijd, sinds gisteren volgens mij de hele week gaat regenen. Mijn lippen zijn zo roze. Het is niet zo mooi. Ziet er zo nep uit. Even kijken wat ik hier nog kan opruimen. En dan wachten tot de visite komt. Ja, hoe lief. Is ze lief, Maria? Zo schattig. Mooi, hè? Wat is dat? Mooi, hè, Maria? Wacht, John. Ben je... Oh, Johnny. Lief. Jij hebt een koekoentje, ja, koekoentje. Met de meisjes, dat, hè? Doe eens patje, mappe. Doe een patje, koerikin. Patje, kala. Ik denk als die kleine van ons komt, denk dat zij een dag in de handen. Ja, als je zo ziet. Och, kank. Lief. Ja, minninkies. Nou, ons visite is weg. Johnny! Volgens mij gaat het wel iets beter met haar ademhaling. We moeten afkloppen. We hebben net gegeten. En nu zijn we een leuke filmpje aan het kijken. Tjee, ik ben zo geel. Wat is zo? Een leuke filmpje kijken. Oh, ze is zo mooi. Auw, ze sloeg mij. John, we gaan ons vlogje bij afsluiten. Dank jullie wel voor het kijken. En ik wil even één ding kwijt. Ondanks dat sommigen eens zijn, oneens zijn met wat ik doe of wat ik niet doe, wil ik jullie toch, ja, wil ik jullie laten weten dat... dat ik zeker, zolang ik het leuk vind, zolang ik denk dat ik kan doen, zal ik blijven vloggen. En
Ja, de ene vindt het niet nodig, de andere vindt het overbodig, de andere denkt van ja, weet je, get a life, whatever. Meningen zijn altijd verdeeld natuurlijk. Het is niet erg. Iedereen moet doen en laten wat hij zelf wil. En ik vind dat je niet hoort anderen te oordelen over zijn leefstijl of denkwijze of whatever. Dat is de reden dat we allemaal verschillend zijn, toch? Dus ja. Maar goed, dank jullie wel nogmaals en tot de volgende keer. Bye, Joe.